Hier ben ik weer. Het is ondertussen al meer dan 2 maanden geleden en ja, ik weet niet zo goed wat ik eigenlijk moet zeggen of zo, van waarom ik weg ben geweest, want er was hier echt een specifieke reden en elke keer als je een tijd niet uploadt, heeft iedereen daar altijd wel een reden voor of net geen reden en ik heb ook niet echt de reden, gewoon ja, ik weet niet, het kwam er niet toe. Dat is wel eens een reden, maar het is niet echt een specifieke reden. En ik kreeg de kriebels helemaal terug de laatste tijd. En ik dacht, ik wil gewoon echt terug video's maken. Voor mij zijn 2 maanden uploaden lang. Allee, 2 maanden niet uploaden lang. Zeker omdat ik die hele Road to Graduate gedaan heb. En dan heb ik echt meer dan 1 maand wel continu gevlogd. En dan daar veel mee bezig zijn. Maar ik ben het precies een beetje afgeleerd, want ik vind het raar, terug een beetje raar om zo voor de camera te zitten. Iets in mij zegt van wow, wat ben jij aan het doen? Maar nee, echt niet. Ik heb er een tas thee bij genomen om jullie vandaag een beetje te vertellen wat er de afgelopen 2 maanden gebeurd is. En hoe het eigenlijk is afgelopen met mijn eindwerk en zo. Dus pak er ook gezellig een tas thee bij. Ik heb gemberthee voor de mensen die geïnteresseerd zijn. En wat is dat hier? Okay. Voordat we verder gaan met deze video en ik mijn verder verhaal ga vertellen, wil ik even vragen om deze video alvast zeker een duimpje omhoog te doen. Zou ik echt heel leuk vinden. En ook om even te abonneren hier beneden. Het is helemaal gratis. En zo mis je niets van mijn nieuwste video's die er gaan aankomen. Dus, ja. Het laatste beeld dat ik gevlogd heb, zal ik nu even laten zien. Het is bijna 6:30 morgens. En ik ben helemaal klaargemaakt voor mijn geïntegreerde proef, de juryvoorstelling. Dus die heb ik nu zelfs om 8 uur moet ik. En dit is wat ik aan heb. Ja, een blouse, een geklede broek en mijn haar heb ik vastgedaan. En ik heb ontzettend veel stress. Dus ik ga nu naar beneden alles klaarpakken, want ik moet om 7 uur ongeveer vertrekken naar school. En ja, ik spreek jullie nog wel eens als het voorbij is. Ik heb dus mijn eindwerk afgelegd voor een jury. Ik had die dag heel veel stress. Dat weet ik echt nog heel goed. Ik had echt heel veel stress. En ik heb toen het heel goed afgelegd naar mijn zin, vind ik. Ik denk dat, ik vond dat het toen heel goed was gegaan. Ik kon op alle vragen beantwoorden. Mijn presentatie ging goed. Het was creatief genoeg naar een zin. En de stress op voorhand was niet echt nodig geweest, maar toch wel goed dat die aanwezig was. Want ja, dan ja, krijg je zo'n soort adrenaline waardoor je goed wilt presteren. En uiteindelijk had ik een heel goede score op mijn eindwerk en daar ben ik heel tevreden mee. En ze waren allemaal heel tevreden, dus ik kan het niet genoeg zeggen, maar ik ben echt heel blij met hoe ik mijn eindwerk heb kunnen afronden. En ik ben er ontzettend trots op. Dan was natuurlijk school en examens voor mij gedaan. En ja, toen was het ineens bye bye middelbare school. Dat was heel gek. We hebben nog de proclamatie gehad. Waarop ik heb gepresenteerd samen met een meisje van mijn klas. Dat is ook goed gegaan. Dan werden alle klassen 1 voor 1 naar voren geroepen. Dan zei de klastitularis iets. En dan zei die de naam van een volgende van 6 SCWC bij ons. Dat zijn afgestudeerd. En dan zeiden die 1 voor 1 onze naam. En dan kregen wij achteraan ons diploma nog. En ons rapport. Mijn rapport was ook heel goed. Daar ben ik ook heel tevreden mee. Ja, gewoon een goed rapport. Waar ik trots op mag zijn. En toen was het echt gedaan met 6 middelbaar. En het voelde wel in het begin echt van wow, yes. Maar nu mis ik het al een beetje. Want het is vandaag de eerste schooldag terug voor mensen die nog naar het middelbaar, de lagere school of de kleuterschool gaan. En ik heb deze morgen een filmpje gezien van iemand die nog bij mij op school zit. En ik dacht echt, wow, vorig jaar stond ik daar ook nog en nu is dat gewoon voorbij en ik ga die mensen waarschijnlijk nooit meer zien. Dus dat vind ik wel een beetje raar. Trouwens, deze video kan waarschijnlijk lang duren. En ik heb veel te vertellen, maar ik ga het proberen bondig te houden. Oké, goed. En dan was het tijd voor vakantie. Ik ben 2 weken naar Frankrijk geweest. Het was een ontzettend leuke vakantie.
met een huisje. We waren in een huisje, in een zwembad. We zaten in Mazan, vlakbij de Mont Ventoux. Dus we zagen uit ons raam de Mont Ventoux, zeg maar. Dus dat was heel erg leuk. Dan zijn we teruggekomen rond de 20e. Ja, rond de 20e zijn we teruggekomen, iets laat na de 20e. Dan ben ik twee dagen gaan werken. Bij de mama van een vriendin. En dan was het ineens in augustus. En toen begon mijn maand werken. Ik heb hier gewerkt vlakbij in een taverne. En horeca heb ik altijd gezegd dat wil ik nu nooit doen. Maar ik heb gisteren mijn laatste werkdag gehad. Ik heb in totaal 20 dagen gewerkt. En ik heb echt nieuwe mensen leren kennen. Ik heb heel veel ervaring opgedaan. Allee, voor wat je toch kunt leren in een horeca. Maar ook gewoon met mensen omgaan, met geld omgaan. Met opdienen, afruimen, zo van die dingen. Ik heb echt naar mijn eigen gevoel veel bijgeleerd. Veel nieuwe mensen leren kennen. Het was eigenlijk echt een heel positieve ervaring het werk. Ik heb nooit echt gedacht van, oh my god, nu moet ik morgen weer gaan werken. Ik dacht natuurlijk wel, oh, ik moet morgen gaan werken. Maar niet dat ik het echt verschrikkelijk vond. En dat was dus mijn 2 maanden in een notendop. Heel kort verteld, natuurlijk, ja, ben ik wel eens weg geweest. Ik ben ook nog 2 keer naar de zee geweest. Wat heb ik nog? Ik heb met mijn vriendin afgesproken. Zo van die dingen. Ik heb ook veel in mijn bed gelegen. Veel. Mijn papa belt. Dag. Oké, dat was even een lang gesprek met papa. Maar dus, waar was ik? Iets van het werk of zo. Ik weet al niet meer. Mijn werk dus, denk ik. Ja. Ah nee, wacht. Jawel, zoiets. Ik weet niet meer. Maar ik zal dus even nog vertellen. Hè. Ik had gisteren mijn laatste werkdag. Ik heb 20 dagen gewerkt. En dat is ook allemaal heel goed gegaan. Nu is het vandaag 1 september. Nu zit ik hier. Nu moet ik zelfs mijn kamer opruimen. Want het is echt een bende van altijd. Ja, ik ben hier eigenlijk niet, maar ook weer wel. Dus ik smijt alles maar op een hoop. Want omdat ik daar gewerkt heb, smijt ik dat allemaal maar op mijn bureau. Dus het is een stort geworden. Ik ben ook nog naar de Efteling geweest overlaatst. Dat was ook echt superleuk. We doen dat elk jaar en dat vind ik echt iets magisch. Ik weet niet, ik vind dat echt een superleuke dag altijd. En nu is het dus 1 september. Zelfs ga ik mijn kamer opruimen. En ga ik proberen deze video nog online te krijgen vandaag. Anders is het morgen. Trouwens, hoe was allemaal jullie eerste schooldag? Laat dat zeker even achter in de comments hier beneden. Ben ik wel benieuwd naar het hoeveelste jullie gaan, welke richting en zo. En of het is meegevallen. Als je naar het hoger gaat, mag je dat ook natuurlijk zeggen. Maar ik heb dus nog geen school, want ik ga dus naar het hoger. Ik begin pas, 14 september is het onthaaldag. 17 en 18 september is het zo basecamp, ook zo nog ontmoetingsdagen. En dan 19 beginnen echt zo de lessen. Dus dat zijn nog 2 weken langer vakantie, zeg maar. En wat ga ik nog doen? Of nog proberen? Ik wil mijn theoretisch rijbewijs heel erg graag halen. Ik weet niet. Ik weet dat ik er niet echt... Ik doe er wel moeite voor. Maar ik heb het al een keer gedaan in januari. En toen was ik echt gepauzeerd. Want ik had een zware fout. En nu wil ik het echt heel graag halen. Dus daar ga ik ook nog voor studeren. Dat ga ik nog proberen te halen. Deze 2 weken. En voor de rest, ja... Kijk, ik weet niet wat ik nog ga doen. Maar ik ga natuurlijk ook nog video's maken. Heel mijn kasten moeten nog eens uitgeladen en terug ingeladen worden. Want dat is ook echt een stort van binnen. Dus als jullie daar graag een video van zouden willen zien, dan laat je dat ook maar even weten. Of ik zal het nu even hier in het i'tje zetten, zodat jullie daar op kunnen stemmen. Zo, ik heb dat 2 jaar geleden ook al eens gedaan, of vorig jaar, ik weet niet meer. Dat ik zo heel mijn kast heb opgeruimd en dat vonden jullie wel leuke video's, denk ik. En ik heb ook op Instagram, volg me even zeker op Instagram, zodat kan jij in het vervolg ook stemmen, heb ik gevraagd, zo om te antwoorden, hoe zie ik dat, ja. Zo van die... Een vraag stelde zo. Het zijn er nog niet veel, want het staat er nog niet lang op. Maar video ideeën, dus dat staat nu nog online. Nog tot morgenmiddag. Dus als je daar nog op wil stemmen, ga dan nu even kijken. En of je mag hieronder ook
video's, ideeën achterlaten. Oh, dit is echt zo'n vage video, want ik weet niet echt wat ik allemaal wil zeggen. En er komen er zo dingen in mijn hoofd en dan flats ik die er ineens uit. En dan, ja, oké, het is een beetje een speciaal video. Maar ik denk dat ik nu zo wel een beetje gehad heb met wat ik allemaal wil zeggen. Denk ik. Ja, ik denk het wel. Dus ik ga nog even herhalen wat er nu het concrete plan is voor binnenkort. Ik wil nog graag mijn theoretisch rijbewijs halen. Daar kan ik eventueel wel een beetje, ja, niet echt over vloggen, maar zo over vertellen in een video of zo. Moest ik het gehaald hebben, of op Instagram laat ik het wel weten. Moest ik het gehaald hebben, hè? Moest. Zou tof zijn, want als ik er nu weer niet door ben, dan moet ik 12 uur lessen gaan volgen. Ik ga 19 september terug officieel naar school. Ik ga terug video's maken. Had ik dat gezegd, weet ik niet meer. En voor de rest, ja, moest je iets willen weten. Of een belangrijke vraag hebben of iets wil vertellen. Doe het allemaal maar in de comments. Dat mag zeker en vast. Maar ik ga nu wel de video afsluiten. Dus ik wil je heel erg bedanken om te kijken. Om nog bij mij te blijven op dit kanaal. En niet, ja, niet meer te deabonneren. Maar toch nog te wachten op deze video. Ik hoop dat jullie ook even excited zijn als ik. En dan zie ik jullie heel snel. Doei!